Jongens en meisjes, we gaan vandaag uitleggen, instructie krijgen over hoe wij gaan inloggen in ons boek. Even een korte uitleg. En je kan dit filmpje ook weer nog een keer bekijken en nog een keer bekijken. Muziekles heeft eigenlijk maar twee onderdelen, net als elk ander vak. Ik vind het een beetje klein eigenlijk. Wacht even. Dat is 11. Ja. En dan doen we lekker vet. Zo. Muziekles heeft eigenlijk maar twee onderdelen, net als elk ander vak volgens mij. Of je hele leven misschien wel. Je moet kennis vergaren om iets te kunnen doen. Soms gaat het wel eens automatisch. Leren praten, dat gaat bijvoorbeeld vrij automatisch, die kennis. Maar sommige dingen moet je gewoon leren. Kennis vergaren om iets te kunnen doen. In ons geval een instrument bespelen. Of zingen, of spelen en zingen. Kennis vergaren noemen we theorie. Iets kunnen noemen we praktijk. Daarvoor hebben we een boek, net als vele andere vakken. Ons boek heet Beats & Bits. We gaan op onze iPad met het programma Safari dit boek opzoeken. Googlen, zeg maar. Typ in Safari Beats & Bits. Dan krijg je, als je er bent bij Beats & Bits, rechtsboven het inlognaam en wachtwoordvenster. Als het nog niet direct lukt, rustig aan, ga gewoon weer terug lezen. Waar moet ik weer beginnen? Wat moet ik doen? De eerste keer loggen we allemaal in met hetzelfde. Inlognaam wordt S349. Wachtwoord wordt Rulo 5. Dan krijg je een nieuw venster voor je en dan moet je allerlei gegevens invullen. Hoe heet je? Welke klas zit je? Enzovoort, enzovoort. Maar je moet ook een nieuwe inlognaam maken. En ik zou zeggen, doe dat met je eigen naam en daarachter muziek. Dat is het handigste. Kun je het beste onthouden. Ik heet Gerard. Inlognaam wordt Gerard Muziek. Wachtwoord, achternaam en muziek. Ik heet Van Genderen, wordt Van Genderen Muziek. Kunnen we makkelijk onthouden. Schrijf het eventueel op. Ergens op je iPad, je iPhone of stuur jezelf een mail of zet het in de agenda. Maar je moet niet bij mij aankomen, ik ben mijn wachtwoord vergeten, want het is heel vervelend. Ben je daarmee klaar? Kijk dan even rond in dat programma. En dan ga ik mensen helpen die dan nog niet klaar zijn. Dus, even kijken, ik zal hem dan hierop laten staan.